Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de volgende organisaties. Ik ben Marian Koopman, ik woon op Groot Wetsingen en ik ben al 22 jaar vrijwilligster hier bij de 12 Hoven. Nou, matjes heb ik hier. Lekker toortje voor jou, mevrouw Visser. Moet je eens zien. Dit zijn dementerende bewoners en in alle groepen. Moet je eens zien. Lekker taartje voor u. Nou, hebben we een mooi liedje? Wat een mooi versje? Of moet ik bout erin bijpakken? Zou ik maar een mooi versje kopen? Die kunnen we daar wel in met mijn cousin. Op de grote stille heide, mevrouw. Of kent u die uit hoofd? Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Nee, dat kan ik niet. Zingen vind ik altijd mooi. Ja, en dan doen we nog wel eens zo'n spelletje met dobbelstenen. En dan moeten ze een koordje pakken. En dan start er ook iets op van zingen. Of... Het is vandaag woensdag, mevrouw Sellers. Ja, van een mooie dag. Ja, vorige week hebben we een mooie collage gemaakt. Een zomercollage. Die hangt binnen. En daar ben ze aan plooitjes opzuigen en knippen. Dan zeg ik op een gegeven moment neem naam, mevrouw Mierdas, van wat vinden we van dit plooitje? Nou, zegt ze, dat is mooi. Nou, zit er gewoon weer daar in knippen. Dus, hè, mevrouw Mira? Ja. Zo doen we dat dan, hè? Ja. Ja, en nu vind ik knippen ook nog mooi. Ja. Van Lauwerszee tot Dollartouw, van Drenthe tot Antwat. Als je hem zo'n spelletje doet en dat je de mensen zo zo'n genieten, die geniet ik ook, dat is gewoon prachtig. Of ze doen een of ander uitspraak, dat je denkt, jeetje, waar komt het vandaan? Hier komen de verzorgsters eigenlijk naar je touw. Die wichten die hem gewoon half drak met, ja, met verzorging. En dan is het gewoon fijn dat die mensen de toch nog even moet kennen, zo nou en dan. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de volgende organisaties.